Nou, de Koningsdag is natuurlijk belangrijker, maar dit is gewoon leuk om te doen. Terwijl heel Noord-Holland Koningsdag viert, wordt in Annapolona heel hard gewerkt. Bijna iedereen in het dorp is druk bezig met de voorbereidingen voor de bloemendagen. Nou ja, Koningsdag op vrijdag, waar eigenlijk nog het meeste werk dan gedaan moet worden. Dat is jammer, maar nou ja, we genieten er wel van. Ja, want de bloemendagen beginnen natuurlijk. Ja, morgen moet het mozaïek staan. Dus als het goed is, zetten we hem vanavond na het patat eten neer. En ja, we hopen weer dat we bovenin landen met de jurering. Wij zijn hier muziek aan het maken en ik ben bloemetjes aan het knippen. Moet je geen feest vieren? Nee hoor. Mis je Koningsdag dan niet een beetje? Nee, ik heb er niet zo heel veel mee meer. Ik ben niet echt, met Koningsdag heb ik niet echt iets. Ik ga niet naar de rommelmarkt of zo. En ik kom gewoon even helpen. Ja, ik was gisteravond was ik begonnen. Nou ja, en nu vandaag de hele dag. We hebben ons daaraan aangepast en donderdag tot 12:15 gewerkt en die andere dagen ook tot 12:00 s'nachts. Dus ja, dan komt het wel goed. Dit is prima. Dit gaat super. Ja. Mensen hebben extra vrije dag, dus vandaar dat we extra hulptroepen hebben, anders moeten ze allemaal werken. Vanaf morgen 8:00. Vanaf morgen 8:00 zitten we in de zon en is iedereen welkom. Ja. Nou, we willen koning Willem-Alexander hartelijk feliciteren met zijn 51ste verjaardag en zijn 5-jarig jubileum. En de hartelijke groeten uit Annapolona.